Tegenstelling tot wat je misschien zult denken is de Hollandaise saus geen Nederlandse saus, maar Franse saus. Om deze mooie saus te maken, doe je eerst de eierdooiers en wijnazijn bij elkaar. Vervolgens smelt je op heel laag vuur de boter. Dan roer je onder voortdurend kloppen de eieren los. En dat zet je op laag vuur op of au bain-marie. Het is heel belangrijk dat het niet te warm wordt, anders gaan de eierdooiers stollen. Wanneer de eierdooiers beginnen te binden, voeg je daar beetje bij beetje het gesmolten boter aan toe. Dat mag ook niet te warm zijn, anders gaan weer de eierdooiers stollen. Vervolgens voeg je dat steeds meer aan toe totdat je alles hebt toegevoegd. En op een gegeven moment ontstaat er een mooi gebonden saus.